FC Groningen onder 21 neemt het in de belofte editie van de Derby van het Noorden op tegen SC Heerenveen. De Groningers kunnen bij winst op gelijke hoogte komen met koploper Almere City. Heerenveen staat laatste in divisie 1A, maar won de thuiswedstrijd tegen de Groen-Witten wel met 4-2. Ongelukkige kopbal. Meteen de kans voor FC Groningen. Hoei! Tika de Jonge ligt al langzamerhand ontstoken. Want de duisternis kon hier wel eens snel in gaan vallen. Sowieso voor 5 uur klaar zijn natuurlijk. Balverlies daar en de grote kans voor FC Groningen is daar dan het eerste doelpunt. Als Abraham die bal uiteindelijk niet voor de voeten valt. Mortensen. Alhaj. Duidelijk dat Groningen daarop moet gaan letten vanmiddag. Shopov moet naar dat linkerbeen. Shopov vindt Akuyobi. Akuyobi geeft die bal voor. En dan is het bij de tweede paal simpel intikken voor Nygren. En zo pakt Heerenveen de voorsprong in de 17e minuut. Prima uitgespeeld. Goeie aanval van de Vries over de rechterkant. En Nygren staat vogeltje vrij om bij de tweede paal in te tikken. Van Kaam. Uitstekende bal. Goed ingekopt door Mortensen. Maar de niet al te moeilijke redding voor Kroesen. Van Kaam. Net geen controle bij Tika de Jonge, maar verovert de bal in de rebound. Abraham 1 tegen 1 met het linkerbeen. Abraham. En hij scoort. Het is 1-1. Paulos Abraham keurig afgewerkt. 22e minuut. Staan beide ploegen weer op gelijke hoogte. Knappe actie van Abraham. Gevonden door de Jonge. 1 tegen 1 met de verdediger die voorbij trok. En hij laat Kroesen kansloos, de doelman van Heerenveen. De bal bezit blijft Meijer. Abraham. Gaat die tegenstander weer zo makkelijk voorbij? Doet hij Abraham uithalen in de korte hoek dit keer? Maar hier zit Kroesen goed bij. Goed gespeeld dit, Nygren. De vrije kopkans. Voor Belen. Maar recht in de armen van Hoekstra. Kalli laat die bal van zijn voet springen. Maar Van Kaam vangt de bal op. Miyaki. Abraham. Grote kans weer voor Paulos Abraham. Hoofdcoach van Heerenveen, Johnny Jons ook aanwezig. Dit was wel een overtreding van Nygren. Die daar bewust met de schouder op ingaat. Maar het mag door. En dan is er de kans voor Belen. Belen 1 tegen 1. Kapt die bal terug. Goed gedaan. Belen. Tegen Olsson opgeschoten, maar geen sprake van Hens. Richting Abraham. Lukt de actie van mij, maar Abraham verovert de bal terug. Nodig snelheid Abraham en die schuift de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Enorme kans voor FC Groningen, Paulos Abraham. Prachtige actie, Alhaj. Wat draait hij dicht daar schitterend vrij. Maar dan neemt hij te veel hooi op zijn vork en vindt Kalli op zijn weg. Mortensen, de jongen. De jongen, Tika de jongen. Schot en de rebound en die gaat net naast. De man van de 2 doelpen tegen de Almere City. Vandaag nog niet al te veel gezien, maar hier wel gevaarlijk. Blokzaal, uitstekende bal richting Mortensen. Mortensen gaat richting de doelman. En die moet een overtreding maken. Kroesen maakt de overtreding, krijgt de gele kaart. En de strafschop is voor FC Groningen. Uitstekende steekbal van Blokzaal, die prima indribbelt. Vindt Mortensen, gaat langs de keeper. En dwingt de strafschop af. 53e minuut. De jongen. En hij wordt gestopt door Kroesen. Perfecte redding van Jamie Kroesen op die strafschop van Tika de Jonge. Nog niet eens zo heel slecht ingeschoten, maar Kroesen kiest de goede hoek. Blokzeil met de kopbal, maar het balbezit nog steeds voor Heerenveen. Nuno Mete. De uithaal en de goede redding van Hoekstra op die inzet van Stanislav Shopov. Nuno Mete. Belen. Belen speelt die bal door. Nuno Mete. En dan is het bijna afwerken lijkt het. Maar Hoekstra die bal daar eruit weet te halen. Alhaj. Schitterend gespeeld. En daar is de 2-1 voor Heerenveen. Verdiend en weer Nygren. 1-2. Heerenveen op voorsprong. Absoluut verdiend. Mooi uitgespeeld. Alhaj die Nygren vindt.
En die tekent met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd voor de hernieuwde Friese voorsprong. Mortensen uitstekend doorgekopt op Abraham. Abraham gaat zien direct een man voorbij. Abraham alleen op de doelman af. Paulus Abraham. En dan de rebound is het gelijk door Luciano Valente. Goeie actie weer van Abraham. Kroeser kon dit keer de bal nog onschadelijk maken. Maar de rebound valt dus voor de voeten van die invaller Valente. En zo is het in een buitengewoon boeiende wedstrijd. 2-2. Betsema. Nu Abraham wegsturen. En dat gebeurt. Paulus Abraham voor de 3-2. 1 tegen 1 met de doelman van Heerenveen. En schiet de bal dan over de zweet. Uiterste ingreep ook daar verricht door Siep van Ottelen. Een grote vraag natuurlijk. Komt er nog een winnaar in deze boeiende derby van het noorden? Tussen de belofte van FC Groningen en FC Heerenveen. Njaki. Njaki. Poeh, goede poging van die rechtsback. Nigren. De man van de wedstrijd natuurlijk aan de kant van Heerenveen. Gaat hij nog voor zijn hattrick? Nigren. En de redding van Hoekstra. Benjamin Nigren. Wat is dat toch een buitengewoon gevaarlijke spits. Weggekopt door Rolson. Opgevangen Nuno Mete. En nu de kans voor Groningen. Van eigen helft weggekomen Paulus Abraham. Samen met Tounekti. Abraham geeft die bal voor Tounekti en hij scoort. 3-2 voor FC Groningen door invaller Sebastian Tounekti. Voor de eerste keer vanmiddag komt FC Groningen op voorsprong. En de felicitaties mogen inderdaad naar Paulus Abraham. Want hij geeft de beslissende assist. Nigren. Poeh. Ja, dat was onverwacht. Ik reken er even niet op, maar die bal stuitte er door. Van Kaam. Slim gedaan. Daniel van Kaam. Probeert het dan weer te free-fall. En de rode kaart. Krijgen we nog een rode kaart voor Tounekti, als ik het goed gezien heb. Onbeholpen. Charge van Tounekti en Groningen verder met 10. Wat een middag voor Sebastian Tounekti. De maker van de 3-2. En nu met rood naar de kleedkamer. Akuyobi en de corner nog via Meijer. Dit is het scenario waar Heerenveen op hoopte. Komt hij gelijk maken dan toch nog. Weggekopt bij de tweede paal. Kalli, doel leeg. Kroeze. Het zou het zijn geweest, die keeper. Maar zijn schot gestuit. Groningen met samengeknepen billen. In deze blessuretijd. Nog een keer Kroeze. En dan vindt de scheidsrechter het genoeg. Is het Jamie Kroeze die nog wel uithaalt. Maar het zal niet meer tellen. Want Michael Eichelsheim maakt een einde aan deze wedstrijd. Waar werkelijk alles in zit. In zat beter gezegd. En waar Groningen met de 3 punten gaat lopen. Derby van het Noorden. Buitengewoon aantrekkelijk.